Hey, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is John en vandaag staat er bij ons op de planning, ja, eigenlijk een aantal dingen. Ten eerste, Manuela gaan jullie vandaag denk ik niet zien, want zij is de hele dag werken. Ik ben net al stiekem eventjes bij haar geweest om wat lekkers te eten. Lekkere kipsalade met wat frietjes. Nu ben ik eigenlijk naar Amsterdam toe gereden. Ik sta hier bij de Intratuin. Daar ga ik even nog zo'n muts halen, want die mutsen zijn best wel lekker. Zeg je heel eerlijk. Ik ga heel eventjes kijken of ze hier een kacheltje hebben. Hiernaast is ook een Praxis en daarnaast zit eigenlijk ook de Gamma. Dus dan kan ik eventjes kijken, want het wordt echt koud in de bus. Gisteren was het ook sneeuw. De hele camera voelt gewoon bijna zo koud aan dat je hem bijna niet eens kan vasthouden. Nou, dan was het namelijk zo dat ik gisteren een föhn had geleend bij mijn vader. Een bouwföhn is dat eigenlijk op accu. Dus hij zei van, nou, weet je wat, je kan ook proberen om eventjes met die föhn, zeg maar, warmte te maken. Dus zet gewoon lekker die föhn aan. Ja, dan kun je neem je een paar accu's mee en dan kun je misschien zo de bus warm krijgen. Was niet gelukt, zegt hij heel eerlijk. Hij is niet krachtig genoeg en als je hem op zijn krachtigst zetst en op zijn snelst, ja, dan is hij eigenlijk binnen 3 minuten of zo leeg. Of 5 minuten, zeg maar. Dus dat werkt niet echt. We hebben natuurlijk nog het petroleumkacheltje van Henry en Helena. Het nadeel daarvan is dat daar heel veel giftige dampen van afkomen. En dat je dus eigenlijk ook nog steeds een raam sowieso open moet hebben. Maar die hebben we ook nog. En maar twijfel dus of dat ding niet te groot is. Want het is dus niet groot achterin. Voor onze eigen camper is dat perfect. Over onze eigen camper gesproken, daar gaat het niet heel goed mee. Ik zeg je heel eerlijk. Het gaat een beetje sloom allemaal. Het weer zit niet mee. Het regent. Het is koud. Het sneeuwt, het vriest. Ja, dus het bouwen is best lastig. In plaats van dakramen, in plaats van zijramen. Kan niet, want je kan niet nu gaten gaan zagen in een camper. En dan hopen dat het een keer droog wordt. En dan, ja, misschien wordt het ket wel hard en misschien wel niet. Weet je wel, ja, daar gaan we niet gokken. Dus daar wachten we mee. Vervolgens zijn we dus eigenlijk aan de badkamer begonnen. Nou ja, de badkamer is eigenlijk allemaal iets groter geworden dan we in eerste instantie dachten. Er kwam eigenlijk naarmate waar eigenlijk een wasbakkie tweedehands hadden gekocht bij de kringloop. Maar die was eigenlijk net te groot. Maar ja, toen wouden we ook niet meer terugbrengen. Toen zijn we begonnen met bouwen. Lang vooral kort. Toen hebben we op een gegeven moment bij de bouwmarkt platen gehaald. Een soort plastic platen. Wat net steen lijkt. Super mooi. Heel mooi systeem erbij. Kliksystemen. Easy, click and play. Totdat je het in de bus gaat monteren. En de kit ook daarop niet hard wordt. En ook niet blijft zitten. Dat ga ik jullie straks laten zien. Dus mijn vader zei van, ja, maatje, laat me leuk en aardig. Maar we gaan die hele badkamer opnieuw doen. Dus mijn vader was vorige week een beetje klaar mee. Toen was hij ook gewoon gestopt. Sinds is er ook niks meer echt wat gebeurd. We wachten ook nog op spullen. We wachten op een gijzertje, waterleidingen, afvoertanken, dat soort dingen. Komen er ook allemaal aan. Kunnen we die ook gaan plaatsen. Kranen hebben we al gehaald. We zijn bij de zeilenmaker geweest. Die gaat kussens maken. Kussens die in de bank zitten. En dan kunnen we de tafel dus omlaag doen. En dan heb je een bed. Ja, het kost ook wel duur, zeg maar. Dus alles kost best wel duur. En ja, we werken eigenlijk gewoon de hele tijd werken. En dan het geld dat we hebben, gooien we eigenlijk in de bus. Maar ondertussen moet je ook nog andere dingen betalen en zo. Dat zat er vandaag op de planning. Dus ik zou zeggen, mensen, veel plezier met kijken. En let's go! Woehoe! Mijn vader zei, ja, dat vogelhuisje, dat blijft toch nooit zitten als je op de snelweg gaat draaien? Dag 28 zit nog steeds. En ze eten er ook nog uit. Het is wel grappig, want dus over 2 dagen is het gewoon december, hè? 2 dagen, is dat fucking december, het eind van het jaar. Echt ziek. Nou, dat niet langer moet duren, als dat ik met een roze muts moet lopen. Kijk, dit is ook wel chill, zijn soms er meteen sneeuw is. Als je een lekker warm bondje. De buitenkant is lekker waterdicht. Misschien is dat wat. Nou, het is voor mij een beetje vrouwenmodellen. Kijk. Nou, jee. Halve dag is bijna op. Dus je kunt zien, de zon gaat al bijna onder. Gaan we bij de laatste winkel proberen. Kijk, dit begint erop te lijken. Nou, dat hebben ze natuurlijk van alle soorten en maten. Mijn vader had het over 400 watt. Even kijken of ze wat hebben. Deze. Safety T-Shine. Geen idee. 1000 watt. 500. Hey, dit is... donder. Dit is gewoon een klein radiaaltje. Dit is wel wat, denk ik. En het is ook 40 kachelmok. Deze is wel goedkoper. Moet ik ze eigenlijk even testen. Oké, dit wordt hem. Ik heb hem even net getest. Er komt nog een beetje hitte vanaf. Maar hij rijdt dus de knopje aan en er komt gelijk volop hitte vanaf. En is 1650. Dus kan bijna niet mis. Alleen het enige probleem wat dan kan gewoon gebeuren is natuurlijk hoe lang kan die aan voordat de accu leeg is. Want de accu moet ook niet helemaal leeg, want dan kunnen de auto niet meer starten. Ja, we got him, ladies and gentlemen. We fucking got him. Ik belde mijn vader dus net. Hij zei, ja, waarschijnlijk ga je het niet heel lang hiermee volhouden. Maar je zit er dus 2 buisjes in. En dat betekent dus dat je of 400 watt of 800 watt gelijk eigenlijk kan doen. Dus we gaan nu gewoon de bus in en gaan we hem gewoon even testen. My man. How are you doing, friend? Of jullie ooit al een keer getuigen waren dat ik ging toileteren op de wc. Mocht je het interessant vinden,
Kijk, we natuurlijk een hele mooie wc. Gaat. En is dat een hendel, weet je, gaat daar een dingetje open. Huppa. Kun je gewoon doorspoelen. Hoppa. Zeg maar, kun je doorspoelen. Dus ja, dat werkt eigenlijk allemaal wel goed. Maar nu gaan we het kacheltje even testen. Kijk, op zich heb je wel redelijke ventilatie in de bus. Omdat deze auto is niet helemaal luchtdicht, zeg maar. Dus overal tocht het wel een beetje bij de deur, bij de raam, bij de achterdeuren, bij de zijdeuren. Misschien kunnen we het petroleumkacheltje wel doen. Alleen het nadeel is, we hebben gewoon geen ruimte ervoor. Heb je geplast. En waar is het? Perfect. Kijk, deze kunnen we eigenlijk helemaal hier zitten. Kijk, je ziet er wel een beetje... Oh ja, kijk, als je optilt gaat hij dus uit. Er zit een beveiliging in. Even kijken hoe vol is hij nu. Het is allemaal zo donker hier, hè? Oh, wacht, we hebben gewoon licht. We zitten nu op 99,7% accu. Dus we gaan hem eens even aanzetten. Ik voel nu wel lekker warm, hè? Doen we dus gewoon eens even... Hey. Oh. Deed licht aan, maar die ging in één keer uit. Niet dat die kortsluiting heb gemaakt nu. Oeps. Oké, ik heb hem weer uit het stopcontact gehaald en toen ging het licht weer aan. Dus ik denk dat dat niet allemaal tegelijk kan. Ik ga nog iets proberen. Boem! Kan twee ook? Nee, twee kan dus niet. Dus 800 watt kan die eigenlijk helemaal niet aan. Kan niet. Oké, nou, de lampen doen het nog. Ik weet niet wat het precies betekent. Maar het betekent dat het kacheltje niet op 800 watt kan. Die gaat even uit. Deze even erin. Kom op, 400 watt, doe het. Ja. Oké, dit is niet optimaal. Maar jullie zien het, hij doet het. Alleen ik heb er maar één aan. Ik heb het eigenlijk dus twee knopjes aan. Ik doe er maar één. Anders klapt hij gelijk eruit. Dus ik denk dat dit de max is. Nou, er komt wel lekker warmte vanaf. Niet heel veel. Maar ja, op deze manier kan het wel eventjes een beetje aangenaam worden in de camper. Ik heb net mijn vader ook gebeld. Die neemt als goed is morgen ook nog wat mee van zijn werk eigenlijk. Daar heeft hij wat liggen. Dus even kijken of dat wat is. Dat is een nog kleiner kacheltje eigenlijk, dus met nog minder watt. Het voordeel van deze is ook, er komt ook gelijk een klein beetje licht vanaf eigenlijk, omdat die dus roodgloeiend wordt eigenlijk. Dan is het nu tijd om eventjes te kijken naar de badkamer en te kijken van ja, hoe staat het daarmee en hoe los is het. Het is goed dat mijn vader al gekeken voor aan de lijm, dus wordt wat. Maar in ieder geval, we hebben een kachel, dus let's go. In ieder geval warme voeten straks. Yeah. Dit is dus de badkamer. En ik ga jullie nu eventjes laten zien wat ik nou bedoelde. Moet een klein beetje opletten, want hier ligt dit. Fucking keukenblad wat we hebben. Kijk, even kijken. Kijk, hier zie je eigenlijk heel mooi. Wat gebeurt er nou precies? Nou, het kit houdt dus niet. Kijk, dit is het eerste. Hier heeft mijn vader het eigenlijk niet ontvet. Het grijs is wel ontvet. Dit grijs is eigenlijk een paar uur later gedaan dan dit. Of een dag eigenlijk. En je ziet het witte, ja, dat is gewoon helemaal los eigenlijk. Het houdt niet eens meer. En het grijze zit al wel iets beter. Dus, maar ja, als ik een beetje druk kijk, dan gaat die gelijk los. Kijk, hier zit die wel weer bijvoorbeeld. Maar ja, als je dan gaat drukken, kijk, je drukt het eigenlijk gewoon los. Dus ook tijdens het rijden, dan, als we dan gaan... rijden, gaat alles schudden. En ja, dan laat het natuurlijk allemaal zo los. Dus ja, dit is niet echt super handig. Maar kijk, het ziet er wel super netjes uit. Het ziet er super mooi uit. Zo had het eruit gezien als het allemaal goed was. Kijk, afvoertje zo aangesloten. En dan heb je wel echt wel ruimte hoor. Want kijk, ik sta nu gewoon in de douche. Je zou zelfs gewoon met z'n twee kunnen douchen. Of andere dingen hier kunnen doen. Zoals de wc neerzetten bijvoorbeeld. Nou ja, het keukenblad komt er eigenlijk hier op. Hier komt er een wasbakje in. Die, dus voor de mensen die niet alle vlogs hebben gekeken, dit trouwens. Hier komen dus deze tafel, want het middenste gedeelte kan dus omhoog. Nou, dan komen er kussens in met leer en dat soort dingen zijn besteld. Volgens mij als het goed is voor kerst. Maar het grootste probleem nu is gewoon eventjes de badkamer. Kijk, je hoort het gewoon. Ik druk het gewoon los. Dus, waar zij, haal alles er maar uit. Even kijken op deze muur, want deze muur zit dus helemaal tegen het hout aangelijmd. Gekit. Misschien zit dat wel goed. Kijk, en hier zie je het eigenlijk al, ja. Je hebt eigenlijk dus een randje in gemoeten. Maar helaas, pindakaas. Oh, hier zit nog een lijmklem, hou ik er even op. Dat is momenteel de status. Mijn vader is morgen weer thuis. Die is nu even niet thuis. Wat betekent dat ik het eigenlijk voor morgen eventjes af moet hebben. Zodat mijn vader, als hij er is, gewoon lekker weer kan opbouwen. Het nadeel is, ik moet nu gelijk boksen. Ik ga nu boksles geven. Na de boksles ga ik gelijk fitness
begeleiding doen. Zelf even trainen. Dus dan is het alweer vrij laat. Maar dan willen ze pas om 10:30 klaar met werken. Oké, random. Ik zie in één keer een iets heel randoms liggen hier. Maar dan willen ze vrij laat klaar met werken. Dus zo meteen sowieso even het kacheltje uittesten vanavond. Kijk, dat zijn van die fitnessballen zijn dit, zie je dit? Kun je optillen, kun je mee gooien. Dus ja, kijk, zo ziet het er allemaal uit. Hé, een broertje erbij vandaag. Dat is eigenlijk de nieuwe versie van deze. Maar ja, dat is even de status. Dus die platen ga ik nu even laten zitten. Het is makkelijker als ik nu ga rijden naar een andere plek. Bij oma bijvoorbeeld. En dan kunnen we alles mooi eraf doen. Maar dat ga ik dus nu niet doen, want ik heb nu echt nog maar 10 minuten of zo. Oké, jongens. Hi, goeiedag. Zo, hey, hallo. Hey, ik ben nu even in de bus aangekomen. Ik zag dat John de video niet had afgesloten met de douche. Dat heeft hij dus schijnbaar geen tijd voor gehad. Ja, jullie hebben natuurlijk al wat stukken beelden gezien. Dat ja, dat de kit gewoon loslaat. Dat is gewoon echt zo jammer. Wat echt jammer is dat. Ik snap gewoon niet. Nou, ik ben sowieso niet heel technisch ingedeeld, zeg maar. Maar het eraf te halen. Maar best wel een zooi eigenlijk. Het plakt zo goed vast aan het hout. Maar aan dat andere spul dat ja. Nou ja, hoe dan ook, jongens. Ik sluit dan voor nu gewoon even de vlog af. Ik had gisteravond even niet meer gefilmd. Want ik kwam thuis in de wagen. Ik was eigenlijk een beetje ziekig eigenlijk. Ik had best wel last van migraine. Ik heb de hele dag gewerkt met hoofdpijn. En naarmate dat het laat werd, was het heel erg. Eindelijk lag ik in mijn bed en ik kon geen licht meer verdragen. Dus ik heb niet eens op mijn telefoon gezeten. Ik ben eigenlijk gewoon in bed gaan liggen en ik ben eigenlijk gaan slapen. Maar op dit moment gaat het goed. Ik voel me nog wel een beetje duffig. Het voelt alsof ik nog in een soort droom zit. Een beetje... Dat maakt niet zoveel uit. Vandaag is er weer nieuw dag. En vandaag gaan we ook weer de vlog voor van morgen openen. Dus jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Ik ben er dus inderdaad niet bij de hele video geweest. John heeft een beetje de video ingevuld. Vandaag staan we weer als een team sterk. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Bedankt voor het reageren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe video. En daarnaast, kijk even wat voor ruimte ik heb als ik in de douche sta. Ik sta nu in de douche. Nog best leuk, toch? Nou, genoeg ruimte voor mij in ieder geval. Voor John ook, volgens mij zag ik een stukje voorbij komen in de video. Nou jongens, adios!